Oké, dan zijn we denk ik wel klaar. Dank je. Samen met Uitagenda Rotterdam gaan we op zoek naar werken van kunstenaar Chabot in Rotterdam. Ik vind het wel mooi deze. Met zoveel, ja. Maar, maakt het uit, Roos. Je kan zijn kunstwerk niet alleen zien in zijn museum, in het Chabothuis, maar je kan ze ook zien in de stad. En dat vind ik wel interessant om te zien. Dat je daar gewoon, zonder dat je museum in hoeft, toch kunstwerk van hem kan zien. Rotterdammers Roos en Rosa springen op de fiets en beleven de tour Het Rotterdam van Chabot. Het Chabot Museum zit nu 25 jaar in deze prachtige villa aan het Museumpark. En dat vieren we met de tentoonstelling Chabot van Rotterdam. Het is een tentoonstelling waarin je Chabot goed kan leren kennen. En het is ook een tentoonstelling waarmee we willen laten zien hoe Rotterdams het Chabot Museum wel niet is. En hoe geweldig mooi het werk van Chabot eigenlijk is. Van het G.J. de Jong monument en de bruggetjes over de Statensingel tot het standbeeld De Voetballer bij de Kuip. Het werk van Chabot kom je op verschillende plekken tegen. Oh, maar hij was dus de directeur van de gemeentewerken. Maar wat... Ik vind hem mooier dan die bij de brug bijvoorbeeld. Of ze staan samen bij een graf van iemand anders. Ze staan wel samen, maar omdat het natuurlijk op een begraafplaats is, geeft het een heel ander gevoel. Dit is dus de brug van Chabot. Het voegt wel iets toe, ook aan de brug. Zo, en wat vonden jullie ervan? Ik vond het heel interessant om te zien. En vooral wat het doet met de kunstwerken als het niet in een museum is. Ja. Maar wat voor andere sfeer het geeft als het in een andere omgeving zit dan in een museum. Weer ietsje meer te weten gekomen over je eigen stad. Ja, dat is De tentoonstelling en de tour Het Rotterdam van Chabot zijn nu te zien.